Dus de urologie is mijn passie geworden. Mee door mijn boffen die ik heb kunnen meebrengen, of die de goedheid hadden om willen mee te komen. Eerst is het woord aan ons diensthoofd van urologie, in de UZ Leuven. Daarnaast is hij ook nog lid van het directiecomité van ons ziekenhuis. En is hij vooral strategisch coördinator ook van het Vlaams ziekenhuisnetwerk, waar ik begrepen heb dat Brugge en andere diensten ook mee gaan opkomen. En dus je gaat nog meer met hem te maken hebben. Dus hij houdt zich voornamelijk bezig met incontinentie, urologische problemen van neurologische aard, reconstructieve urologie en seksuele dysfunctie. Hij gaat het nu hebben over de TOT, TWT, de meelsling, of dat wel altijd zonder complicaties verloopt. Ik geef het woord graag aan. Dank u, Cathy. Ik kan alleen maar bevestigen inderdaad dat Cathy een straffe madame is, want wij zijn dus met twee om haar onder controle proberen te houden. En af en toe lukt ons dat. Maar zij is zeker een heel volwaardig lid van ons team dat voor de patiëntenzorg heel veel betekent in ons centrum. Naast haar collega's uiteraard. Het is een plezier om hier vandaag te zijn. Professor Van der Aa en ik hebben de verstandige beslissing genomen om met een trein te komen. Want blijkbaar staat er wat file in de richting Brugge vanaf Groot-Bijgaarden. Maar we zijn hier mooi tijdig geraakt. Het is mijn taak om jullie vandaag wat te vertellen over de TOT, de TVT, de meelsling. Dat zijn zaken waar u wel of niet mee vertrouwd bent. Maar wat gebeurt er nu indien het daarmee begint fout te lopen? Hoe gaan we daar zaken rond proberen te structureren, zodanig dat we die mensen toch een oplossing kunnen bieden? En we hebben meer ervaring met vrouwen, om de eenvoudige reden dat de eerste slings in 1998-97 op de markt gekomen zijn. En dat we daar ondertussen 20 jaar ervaring mee hebben en al heel veel complicaties hebben zien komen, hebben zien gaan, materiaal zien wijzigen, verbeteren en dergelijke. Stressincontinentie bij de man hebben twee mogelijkheden. Het zij ofwel een sphincterprothese waar Frank het zal over hebben, het zij een sling waar ik het zal over hebben en die misschien toch iets minder nadelen heeft dan sommige slings bij de vrouw. Laat ons even met de vrouw beginnen. En u weet allemaal dat er twee grote scholen, twee grote types van slings zijn bij de vrouw. De retropubische sling of de TVT-sling die achter de pubis doorgaat en waar bij de vrouw dan twee steekopeningen of uitgangen komen in de suprapubische regio. En die sling heeft als voordeel dat je die misschien iets strakker kan leggen of dat je daar wat meer ernstige incontinentie beter mee kan behandelen, maar heeft ook heel wat nadelen. De tweede sling is een transobturatorsling waar we de obturatorforamina gaan gebruiken, die onze lieve neer voorzien heeft om daar slings door te trekken zonder dat we al te veel andere zaken kunnen beschadigen. En die nu ongeveer toch de twee standaard slings zijn die wereldwijd gebruikt worden voor stressincontinentie bij de vrouw. Maar zoals ik zei, de TVT-sling heeft zijn eigen complicaties, maar dit is inderdaad al een verhaal van 10 jaar geleden, 15 jaar geleden. Op dit ogenblik is die techniek goed onder controle en zien we eigenlijk nog weinig risico's of nog weinig problemen daarmee. Maar u moet zich voorstellen, als hier de blaas ligt, de vagina en de darm en dergelijke, die hier ook, en de dundarm die hier nog voor kan liggen, als u met een lang instrument van ongeveer 30, 40 centimeter lang met een vlijmscherpe ijzeren naald door de vagina hier achter de pubis moet schrapen om daaruit te komen, je kunt het een en het ander meescheppen. Je kan bloedvaten meescheppen, je kan de blaas meescheppen, je kan het urinekanaal perforeren, je kan darmen perforeren, je kan zelfs bloedvaten perforeren. En er zijn doden beschreven op tafel met deze techniek. Jonge vrouwen bij wie een bloedvat geraakt werd dat niet kon gecontroleerd worden en dat tot overlijden van de vrouw heeft geleid. De meeste problemen die we nu daarvan nog zien zijn eigenlijk problemen van een klein beetje bloeduitstorting. En dit noemen wij ook nog een klein beetje bloeduitstorting. Maar dit zijn zaken die, hoe dramatisch dat er ook uitziet, meestal spontaan regresseren met tijd en boterhammen en heel veel gesprekken met de patiënt en de familie, dat het allemaal wel in orde gaat komen. U kan zich voorstellen dat dat niet de meest eenvoudige gesprekken zijn. Maar eens het zover is, is dat ver het enige dat je voor die mensen kunt doen, is dat tijd geven en wachten.
Na de TOT, de TVT die dus zo onder het urinekanaal loopt, hebben we de TOT, die eigenlijk een meer natuurlijke nabootsing is van het ophangmechanisme van de uretra aan de zijwand van de bekkenwand. En die TOT heeft uiteraard voordelen. Je hebt minder passage van meshmateriaal in blinde ruimtes die je niet kan zien. Het gaat eigenlijk over een veel korter traject. En dat betekent dat we door deze twee obturatorspieren, de obturator internus en externus, dat we die gaan perforeren. Maar dat heeft als voordeel dat wanneer we dat obturator vooraf en bekijken, dat de zenuw en de uitgang van de bloedvaten of de start van de bloedvaten eigenlijk een goede 3 centimeter van de boord liggen. Hier is de vagina en het urinekanaal, van de boord liggen waar we onze mesh gaan doortrekken. Dus daar is het risico op bloedingen of zenuwbeschadigingen enorm veel kleiner dan bij de TVT die ik net getoond heb. En dat is ook aangetoond. En u ziet, de literatuur is al oud, dat is 10 jaar oud ondertussen, dat we die vergelijking aan het maken waren van wat is nu het beste, TVT, TOT. Uiteindelijk ziet je in die oude literatuur ondertussen dat op objectief en subjectief vlak die twee eigenlijk gelijkwaardig zijn. Daar is nu terug een klein beetje discussie over van voor meer ernstige incontinentie is het misschien beter om een TVT te gebruiken, voor minimalere incontinentie misschien beter een TOT, maar uiteindelijk zijn dat discussies na de komma, eigenlijk zijn die twee gelijkwaardig. Op vlak van verwikkelingen is er wel een duidelijk verschil en daar is het zo dat de TOT duidelijk minder perforaties geeft, minder bloedingen, minder lutsklachten dan de TVT. En daar is dus duidelijk wel een voordeel. En dat is ook de reden waarom dat ondertussen de TOT een beetje de standaardbehandeling geworden is in de stressincontinentie. Ja, gingen we daar dan stoppen? Nee, dan zijn er een hele cohorte, ja, alle mogelijke minislings gekomen. Ieder merk had wel zijn eigen minisling plotseling. En een TVT was een mesh van 30 centimeter lang ongeveer, grote ijzeren naald erbij, een hendel erbij, werd verkocht voor €400. Een TOT was een mesh van 8 tot 10 centimeter of 15 centimeter met 1 of 2 naaltjes erbij, die een helft waren van de vorige, werd verkocht aan €400. Deze slings zijn nog 1 naald, is 8 centimeter mesh, is een klein doosje geworden, wordt verkocht aan €400. En degene waar dat meeste winst op zit is de contachure, want dat is eigenlijk gewoon een tape die omgeplooid is aan de achterkant, waar dat je met een mosquito vastpakt en dat door het weefsel doorduwt en loslaat. En de sling zit ook, wordt ook verkocht voor €400. De volgende stap is altijd zeggen dat we een wondje gaan maken in de vagina, daar een keer gaan in spuwen en zeggen het is stamceltherapie en ook €400 gaan aanrekenen. Het probleem natuurlijk met die slings is, zijn die allemaal gelijk. En al de firma's die ons toen kwamen zien, die zeiden, maar natuurlijk professor, wij zijn eigenlijk een kopie van hetgeen dat de andere firma's hebben ontwikkeld. Die hebben daar studies over gedaan, maar wij hebben dat niet moeten doen, want we hebben dat gewoon gekopieerd. We zijn de Chinezen van deze wereld. Dus all pigs were equal. Ondertussen weten we dat sommige varkens wat gelijker waren dan andere varkens. En er zijn toch al wat meshen van de markt verdwenen die gewoon klinisch onvoldoende resultaat hadden. De TVT Secure bijvoorbeeld is zo'n sling, is in Europa niet meer te vinden. Het was een sling die op de markt gekomen was zonder dat daar ooit enige klinische studie mee gebeurd was. Nu, welke complicaties kunnen we allemaal hebben? En er zijn eigenlijk twee grote groepen die we wat gaan bespreken vandaag. Enerzijds chirurgische complicaties, een perforatie, een letsel van de bezenuwing of van de bloedvaten, erosies, meshmateriaal dat komt bloot te liggen in de vagina of in de uretra of de blaas, infecties van het meshmateriaal of van de urinewegen. Maar langs de andere kant, en eigenlijk moeilijker om te behandelen, de functionele complicaties. Patiënten die incontinent blijven. We zeggen altijd, sling heeft 80-90% succes. Ja, wat doen we dan met die 10-20% die niet droog is? Retentie, te droog, niet meer kunnen plassen, moeilijk kunnen wateren, urgency krijgen, uw stressincontinentie is opgelost, maar je mocht nu wel 10 keer naar het toilet koersen overdag en dan zeggen we, ja, maar ja, je verliest toch niet meer als je moet douchen. Nee, maar je hebt nog altijd wel dezelfde natte broek. Pijn, dyspareunie, terugkeren van incontinentie, stoelgangsproblemen, quality of life die aangetast is. Het grote probleem is dat die complicaties relatief beperkt zijn en in veel centra misschien er 1, 2, 3, 4, 10 patiënten zijn.
En dat we dus heel moeilijk daar een goed zicht op krijgen van hoe gaat iedereen nu om met die complicaties? Worden patiënten wel adequaat behandeld, gediagnosticeerd? En we weten dat er zeker onderrapportering is van het aantal complicaties dat zich voordoet in deze wereld. Goed, daar zijn grote centra die daar hun licht hebben laten overschijnen. En dit is eigenlijk waar we momenteel staan met de complicaties tussen TVT en TOT. De kans dat je overlijdt binnen de 30 dagen is gelukkig nul. Dus dat is geruststellend. Obstructieve mixie. U ziet, een TVT heeft toch wel iets meer obstructieve mixie, meer kans dat je moeilijk gaat wateren dan een TOT. Maar ook bij TOT 6%, dat is 1 patiënt op 7, 1 patiënt op 8, die toch zal zeggen van kijk, ik heb moeite om te kunnen wateren. 2% wordt opnieuw geopereerd omwille van obstructie, dat verschilt niet veel tussen die twee. Pijn, refractoire pijn, 5% van de patiënten na een TOT. En er was vooral één type van TOT, namelijk de TVTO van Johnson & Johnson. Die gaf significant meer pijn. Chronische pijn, neurogene pijn, moeilijk te behandelen. 10% van de patiënten krijgt de novo OAB. Dat wil zeggen dat je initieel stressincontinentie hebt, verlies bij hoesten, niezen, lachen, tillen, vrijen. Dat behandeld wordt door het slingmateriaal. En dat die patiënten 2 weken, 3 maanden, 6 jaar later terugkomen en zeggen van ja, maar nu moet ik wel heel dringend naar het toilet gaan. Ik moet 's nachts 4 keer opstaan en dat had ik vroeger niet. En dat noemen we de novo overactiviteit. Erosie is relatief beperkt, 2 tot 2%. Orgaanperforatie, zoals ik daarnet al zei, bij de TVT bijna 5%. Dat is 1 patiënt op 20, hè, 5%. Dus als je 1 per week doet en je opereert 50 weken op een jaar, heb je dus in je centrum 2 perforaties. Dus dat is niet zodanig weinig. En mesherosie waarvoor patiënten moeten geopereerd worden, 1%, 1,9%, dat valt nog mee. Dus er is wel een duidelijk verschil in het risicoprofiel van deze twee ingrepen. En ik kom daar straks op terug, daar kunnen we meestal wel iets aan doen. Het grote probleem bij patiënten met complicaties na dit soort van chirurgie is dat zij ondergediagnosticeerd worden. De meeste patiënten die wij in ons derde lijncentrum zien, die komen af met een half uitgewerkt dossier. Geen plasdagboek, geen neurodynamica, geen cystoscopie. Wel alle medicamenten van de wereld gekregen. Hè. Dat is geen enkel probleem. Bekkenbodemspieroefeningen gedaan, tot als hun bekkenbodem tussen hun oren hangt. Allemaal geen probleem. Maar een volledig uitgewerkt dossier is er quasi nooit. Bij patiënten met verwikkelingen na een dergelijke chirurgie is het absoluut noodzakelijk dat die patiënten goed uitgewerkt worden. Dat wil zeggen, en een mixiedagboek, en een klinisch onderzoek, en een cystoscopie, en urodynamica. Niet alleen omwille van klinische redenen en het probleem te kunnen scherpstellen met de patiënt, ook om medico-legale redenen. Als de patiënt nadien zegt, ja, maar professor, ik ga u nu een keer een proces aandoen, of de mutualiteit vindt dat wel een keer plezant om iemand een proces aan te doen, ja, dan heb je tenminste een valide dossier om op verder te gaan. En er zijn eigenlijk niet zoveel mogelijke diagnoses bij iemand die blijft lekken na incontinentie. Ofwel heeft zij stressincontinentie, urgencyincontinentie of gemengde incontinentie. Is er een erosie of niet? En is er obstructie of niet? Dat zijn eigenlijk de vragen die we moeten gaan beantwoorden bij die patiënten. Eerste vraag die we ons kunnen stellen van, is die sling op de juiste plaats geland? Zit die in de mid-uretra, in het middenste stuk van de uretra? En dit is een studie om maar te kijken van, dit zijn de jaren, hè, over 5 jaar. En u ziet hier de blauwe lijn. Dat zijn patiënten bij wie de sling te dicht tegen de blaasals ligt. En dan is de mid-uretra, het middenste stuk van de uretra, waar de hoogste sluitingsdruk zit van de uretra, niet ondersteund. En dan gaat de blaashals wel ondersteund zijn, maar het stuk dat eigenlijk moet sluiten, niet. En dan zie je ook dat deze patiënten het veel slechter doen dan degenen die in de mid-uretra zitten. Dat is hier de rode lijn, de proximale uretra of de distale uretra. Die doen het eigenlijk veel beter. Dus hoe proximaler de sling zit, hoe dichter tegen de blaashals, hoe slechter het resultaat. Dus klinisch kunnen wij al vaststellen van, zit die sling op de juiste plaats of zit die eigenlijk te ver? En dan ja, kun je eventueel een tweede sling op de juiste plaats bijsteken. Van een tweede sling hebben we geen schrik. En dit is een studie die in ons centrum gebeurd is, met Anderleen Verbrugge en met Frank. En hier zie je dat het gaat over een behoorlijke groep van patiënten. Maar je ziet patiënten die een tweede sling gekregen hebben. Dit is het aantal pads, het aantal pampertjes per dag. Gemiddeld 3 of mediaan van 3. Nadien geen meer.
En dus een tweede sling gaan plaatsen, ook al zit er een eerste sling, is op zich geen groot risico, is geen groot probleem. Vanaf een derde sling of een vierde sling zit je in een ander fenomeen, want dan krijg je een uretra die helemaal vastgebetoneerd ligt, waar geen mobiliteit meer in zit. Dan is het waarschijnlijk geen goed idee om daar nog een sling aan bij te steken. Soms moeten we slings wegnemen en moeten wij na erosies zeggen van ja, die patiënt is opnieuw incontinent, we gaan daar nu toch iets voor moeten bieden, maar ik durf daar geen synthetisch materiaal meer in steken. Daar gaat moeten een ander materiaal in gaan. En je kan dan rectus fascia van de buikwand nemen of je kan fascia lata nemen van het been, zijkant van je been. En degenen die oud genoeg zijn onder u, die zullen misschien nog weten wat dat een McIntosh-operatie is. Weet er dan mensen dat van de knie, de kruisbanden bij de voetballers? Hè? Dus jaren geleden, als de voetballer zijn knie overstampte en hij had een voorste kruisbandletsel, dan namen ze uit zijn been hier zo'n hele strip aan de zijkant. Die kruisband werd daarmee gerepareerd en die mannen deden terug topsport. Waarom zeg ik dat? Ik zeg tegen mijn patiënten altijd, die strip die we daar gaan uitnemen uit dat been, die fascia lata die we daar gaan uitnemen, als die voetballer daar dan nog 10 jaar professioneel mee kan shotten nadien, wel dan gaat dat bandje zeker genoeg zijn om je minimum gedurende 10 jaar droog te houden. De resultaten van een fascia lata sling zijn even goed op lange termijn als de resultaten van een synthetische sling. Dit weefsel functioneert even goed als synthetisch weefsel. En dat betekent dus ook dat we dit weefsel kunnen gebruiken in rescue-situaties of salvage-situaties. Waar we geen synthetisch materiaal meer durven gebruiken, kunnen we perfect tegen de patiënten zeggen van met uw lichaams eigen materiaal, dat gaat niet eroderen, dat gaat niet afgestoten worden, dat gaat niet infecteren, kunnen wij u perfect terug droog maken. De ingreep is wat complexer, je moet dat eerst gaan afnemen, die fascia lata, je moet daar draadjes aan hangen, je moet dat met een naaldvoerder achter de pubis krijgen, maar uiteindelijk is die ingreep zeer goed controleerbaar en geeft die zeer goede resultaten. Als dat dan nog niet lukt en de patiënt blijft lekken, dan is een artificiële sphincter, een kunstsluitspier, eigenlijk de volgende stap. Als patiënten 2, maximum 3 slings gehad hebben, gaan we ons niet meer bezighouden met daar nog andere dingen mee te doen, dan is de volgende stap een artificiële sluitspier bij de vrouw. En de resultaten daarvan zijn eigenlijk dezelfde als bij de man. Die zal Frank straks meer in detail vertellen. Dat over persisterende incontinentie. Laat ons nu een keer spreken over erosies. Weefsel dat, meshmateriaal dat komt bloot te liggen. Wie ondervindt dat eerst? De patiënt, weet hij dat erodeert? Patiënten weten dat meestal niet. Tenzij dat een grote erosie is. En dat er bruin vocht afkomt of dat er bloeding is. Degene die dat detecteert, dat is de echtgenoot. Als ze tenminste nog seksueel actief zijn. Want de echtgenoot gaat bij penetratie, als ze seksuele betrekkingen hebben, ja, zijn eikel gaat daar tegen schuren. En die gaat zeggen, daar zit daar precies iets wat dat daar vroeger niet zat. En gelijk heeft de man. En ze noemen dat hyspareunie. Je hebt dyspareunie en ze noemen dat dan hyspareunie in de literatuur. En dat is inderdaad de eerste diagnostische verklikker om te zeggen van er is daar waarschijnlijk toch iets los. En dan kan je dus gaan kijken, dat kan een minimale erosie zijn, je ziet hier de zonde zitten en daar is misschien een erosie van ja, een paar millimeter, een halve centimeter groot. Of dat kan echt een grote erosie zijn van een paar centimeters groot en meshmateriaal dat bloot komt te liggen. Ja, hoe gaan we daar dan mee om? En dat kan niet alleen in de vagina zitten. Dat kan in de uretra zitten en soms is dat zelfs moeilijk te zien. Dat is de reden waarom dat de firma nu de mesh blauw kleurt, hè. Dan zie je ze tenminste beter. Dat kan in de blaas zitten, naast het uretrostium. Dat kan in de blaaswand zitten. Dat kan verkalken. Dat kan eigenlijk in de vagina komen bloot te liggen. Dat kan diep weg zitten en alleen een granuloma vormen. Dat kan fisteltjes vormen. Dat kan zelfs osteitis pubis geven. De meest dramatische verhalen kan je daar wel over vinden. Maar als je dan aan iedereen vraagt die dat frequent ziet en doet, hoeveel heb je er zo gezien in je leven? Dan zeggen ze allemaal 1, 2, max 3. Dus eigenlijk opnieuw, dat zijn verwikkelingen die voorkomen, maar die relatief zeldzaam zijn tot heel zeldzaam zijn. Wat kunnen we daar dan mee doen? Wel, als dat klein is, dan kun je daar antibiotica aan geven en oestrogenen. Vooral als dat vroeg gediagnosticeerd wordt, kun je nog hopen dat dat spontaan geneest over verloop van 6 weken tot 3 maanden. Als dat niet gaat, ja, dan gaan we dat minimaal gaan wegnemen.
een stukje wegnemen tot in gezond weefsel en daar wat vaginaal weefsel overtrekken. Afhankelijk ook van het materiaal moeten we soms heel de sling wegnemen en soms vervangen door een biologische sling. Maar er zijn dus gradaties in het management van dat soort van complicaties. Dat hangt werkelijk wat af van wat is de lokale situatie. Vaak kunnen we dat ook niet op de consultatie goed bekijken, want dat zit wel weg achter een hoek en kant. Vaak kun je dat maar bekijken als de patiënt onder narcose is en wanneer je rustig met een pincet daar een keer kunt aantrekken, met een écarteur is kunt kijken van hoe ver gaat dat. Vaak wordt de chirurgische beslissing maar genomen op het moment dat de patiënt op de tafel ligt en dan gaan we weten hoe ver, hoe breed dat moet gaan. Het wegnemen van erosies in de blaas, daar is vaak wat verwarring over, zal ik zeggen, want men zegt ook, we kunnen dat toch ook endoscopisch gaan behandelen. En je kan inderdaad, hier zie je dat met een holmiumlaser, je ziet die mesh hier in de blaas lopen en je kan met een holmiumlaser die meshdraden doorsmelten en dan kun je die mesh eruit halen. Die smeltpunten van het stuk weefsel dat in de blaaswand blijft zitten, dat kan een oorsprong zijn van een nieuwe erosie die dan een paar maanden later gaat optreden. En vaak wordt er dan gerefereerd naar de literatuur, maar dan gaat gezien dat meer dan de helft van de patiënten die zo behandeld werden, toch een tweede of een derde operatie nodig hebben. Dus dit is zelden een definitieve oplossing voor de patiënt, is vaak een eerste stap in het management van dit soort van problemen en patiënten. En ja, Luc, daar zat dus toch een filmpje in, hè? Maar ik weet niet of het gaat werken, we gaan eens zien. Het is niet van belang, want het enige dat je gaat zien is dat hier een sling. Dit is een dame die bij haar gynaecoloog gevolgd werd na een sling. En ze was eigenaardig genoeg relatief droog na die sling, maar ze heeft al 2 jaar pijn. En ze heeft echografies gehad. Gynaecologen die doen graag echografies. Ze heeft echografies gehad, ze heeft medicatie gehad. Ze is naar de psychiater gestuurd om te leren omgaan met die pijn. Ze is naar de pijnkliniek geweest, maar er is nooit... En je kunt ook uw vragen stellen over de kwaliteit van de echografie bij de gynaecoloog. Er is nooit een cystoscopie gebeurd. En als je dus in de cystoscopiebeeld kijkt, en als dat zou bewegen, zouden dat zien, dan is dit een volledig verkalkte sling die al 2 jaar in die blaas zit. En die niet gediagnosticeerd geweest is. Dus vaak die uretrale erosies, die of net in het begin van de blaas, worden dikwijls te laat gediagnosticeerd. En dat betekent dat patiënten die blijven klagen van pijn, en zeker patiënten die blijven klagen van pijn bij het plassen van alge urine na een dergelijke operatie, moet er een cystoscopie gebeuren, want er is waarschijnlijk wel iets los op dat moment. Dat kunnen we ook verwijderen, het zij gecombineerd transuretraal en vaginaal, het zij met open chirurgie, het zij fysicoscopisch en laparoscopisch, hè, dat er een laparoscopische poort in de blaas geplaatst wordt en dat we dan via die laparoscopische poort in de blaas zelf kunnen opereren. Daar zijn verschillende technieken voor geschreven. Dat is niet het probleem.